Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thaldi. En vandaag ben ik hier weer met de spiksvind nieuwe video voor jullie. En vandaag zijn we terug met een nieuwe Kingdom Tour. En vandaag gaan we weer een kijkje nemen hier in de jungle van Fenrir in Gyokai. Want het is steeds verder met hoe deze stad ervoor staat. We gaan eens eventjes kijken. Deze wijk is steeds verder ingericht. Ze zijn heel druk bezig met alle huisjes inrichten, zodat er straks ook van alles geplaatst kan worden op Kingdom zelf. Op dit moment wordt namelijk de stadshal al geplaatst op Kingdom. En zoals je kan zien, deze wijk was natuurlijk al een hele tijd af, maar er is wel wat bijgekomen in deze hoek, want eindelijk zijn de tuinen van Gyokai ook aangelegd. Nou, vorige keer hebben we gekeken naar de tuinen van Minato. Die zijn heel erg groot, heel erg uitgebreid natuurlijk. Deze zijn wat kleiner, want dit is natuurlijk meer een stad gericht op industrie en op oorlog. Dus vandaar maar een kleine tuin. Maar er is toch wel een tuin om eventjes te kunnen relaxen, eventjes te kunnen ontspannen en helemaal tot jezelf te kunnen komen. Dit is de place to be als je dat wilt doen hier in Gyokai. En anders kan je natuurlijk altijd de jungle zelf natuurlijk in voor wat rust. Of gewoon richting de andere steden. Maar er is toch wel een klein aangenaam tuintje hier. Nou, dit deel is niet veranderd. Dit is allemaal nog hetzelfde. Oh, hier staat wel een bordje, jongens. Heel spannend. Opslagplaats. Pam, pam, pam. Want we zijn namelijk heel erg druk bezig om deze ring van de stad helemaal af te bouwen. De industrie komt ook hard op gang, zoals je kan zien. Er zijn allerlei nieuwe fabrieken en gebouwen bijgekomen hier. Heel erg tof om dat allemaal te zien. Dit zijn natuurlijk ook echt de echte traditionele stijl van deze stad. Hè, waar het allemaal een beetje mee begon. Dat staat hier uitgebreid. En er is heel veel uitgepland om dit gebied helemaal af te ronden. Ene fabriek naar de andere fabriek komt uit de grond geschoten hier. We hebben hier ook eentje waar de zeppelingen worden gebouwd. Die is bijna helemaal af, zo te zien. Maar in ieder geval hele toffe gebouwen. Heel erg uitgebreid. Dan hebben we dit hoekje nog dat moet worden gevuld. En dan is eigenlijk deze ring van de stad helemaal af. En dan moet de rijke ring nog worden gebouwd. Nou, de rijke ring is hier. Daar zal een ambassade komen. Ja, we weten op dit moment nog niet voor wie die zal worden. Want we hebben maar één bondgenoot op dit moment. En die heeft al een ambassade. En hier staat mijn standbeeld natuurlijk. Hier staat hij in de volle glorie. Ja, dat moet nog het een en ander gedaan worden natuurlijk. Er moeten nog wel wat details worden aangelegd aan deze rand. Een tuintje hieronder. Maar het standbeeld komt dus hier te staan. En hierachter staan al wat gebouwen. Nou is dit gebouw hier zo in de hoek. Het generale gebouw. Het generaalsgebouw. Een soort commandopost in de stad. En dan dit is de ambassade die wij momenteel voor Zera hebben gemaakt. Je kan ook zien dat er een hert zit. Hier zo als boegbeeld. Dus het hert komt zeker terug. En dit is de ambassade van Zera. Dus als je hier binnen gaat, dat wordt de Zera ambassade. Hij is helaas nog niet ingericht. Dus dat moet nog even gedaan worden. Zodat dat ook geplaatst kan worden op Kingdom zelf. En dan hiernaast hebben we het generaalsgebouw. We gaan gewoon eens eventjes een beetje rondneuzen hier zo. Want dit is toch wel een hele toffe, coole uitbreiding aan de stad. En dat wil ik graag laten zien. Nou, hier staan een aantal wapens allemaal opgesteld. Maar volgens mij kan ik hier zo op de binnenplaats komen. Dus dit heeft een eigen soort binnenplaats waar je binnen kan komen. Hier zo, wat is dit nou weer voor raar iets? Is dit een soort, nee, dit is niet een stoel, want ik kan er niet op zitten. Lijkt wel een koffiemachine. I don't know. Zal vast wel iets logisch zijn, maar ik bedenk het gewoon niet. Dan gaan we hier naar binnen. Even kijken, want het is wel donker. Maar ik denk dat jullie het wel goed genoeg kunnen zien. Dit zijn allemaal spulletjes, denk ik gewoon. Oh, kijk eens aan. Allemaal spulletjes lekker verstopt hier. Mooi op haar. Oh, we zitten in de keuken. Dat is het. We zitten in de keuken. Nou, laten we dan maar de andere kant op gaan kijken wat hier allemaal is. Hier zitten wat zitplekjes. Dus hier denk ik wat soldaten zullen zitten, hè. Beetje alles in gaten houden. En hier nog wat zit- en eetplekjes zo te zien. Dit is denk ik gewoon een soort kantine voor de mensen die hier werken. De stadswacht of de trouwe soldaten van de generaal zelf. Hier zo kan je naar buiten. Dan hebben we hier de deur van de ambassade van Zera. Want dit is een soort gedeeld gebiedje hierachter. En dit is een soort trainingsgebiedje. Dit zijn trainingsarenaatjes waar je gewoon met één iemand tegen elkaar kan trainen. En zien wie er zal overwinnen. Dan gaan we toch maar eens even terug het gebouw in. Want er moet nog meer te ontdekken zijn hier binnen. Maar dan moeten wij even de weg naar boven gaan vinden. Dus we moeten even een trap gaan zoeken. En ik heb geen idee waar die is.
Was hier een trap? Voordat we helemaal teruggaan. Nou, hier is geen trap in ieder geval. Hier is de trap. Found it. Oké, dan kunnen we hier naar boven toe. En dan kunnen we zien wat er op de volgende etage is. Daar is nog helemaal niks. Het is nog heel erg leeg. Maar het is wel best wel groot. Dus hier zal wel wat meer inkomen te zitten. Dit zal ook wat meer tegen de generaalskant aan gaan zitten, denk ik. Oh, hier kunnen goederen binnen worden gebracht. Dus ze hoeven in ieder geval niks te mankeren hier. Even kijken wat we hier allemaal nog kunnen. Dit is de trap om nog verder omhoog te gaan. Dit is een hele donkere hoek. Hier is al wel een stukje ingericht. Dit lijkt me meer een soort privé vertrek. Oh, dat is een. Dat zijn de barakken. Oh, dit zijn barakken gewoon. Dus dit is waar de soldaten moeten overnachten, denk ik dan. En dan gaan we nog verder omhoog. Kijken wat we daar aantreffen. Het wordt nu wel steeds donkerder. Ik pak een torch erbij, zodat wij iets kunnen. Oh, we kunnen nog niet eens verder omhoog. De trap is nog niet goed afgemaakt. Nou, dan gaan we even naar buiten. En dan gaan we gewoon daar. Oh nee, hier kon ik niet naar buiten. Hier zo was ergens een ontsnappingsplek. Want hier zo zag ik toen straks al wel iets. Ik ga niet de muur kapot slaan. Dat is gevaarlijk. Want hier zag ik ook al het een en ander. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe we hier moeten komen. Zo. Helemaal top, want dit ziet er wel uit als een kamer die klaar is. Dus dit is denk ik de generaalskamer. En hoe komen we hier dan precies? Oh, daar komen wij. Oh, dat was hier verstopt. Dus dan kan je al wel komen, maar dat is gewoon goed verstopt, goed verstopt. Ja, dit is dan de kamer voor de generaal zelf, denk ik zomaar. En die heeft wel heel erg mooi uitzicht op mijn billen. Ja, dat is dan weer wel een beetje vreemd, maar ja, blijkbaar houdt Mitchell daarvan. Oké, nou, dat is in ieder geval het generaalsgebouw. Nou ja, de ambassade is nog niet ingericht, dus heeft weinig zin om binnen te kijken. Maar ik vind wel echt een heel tof gebouw. Sowieso heel deze hoek vind ik er heel erg tof uitzien. Dus dat wordt gewoon enorm chill als dit straks ook helemaal af is. Maar dit wordt dus echt een rijke gedeelte, dus een wat speciale gedeelte. Dus ja, vandaar dat het wat hoger ligt dan de rest. Hopelijk vonden jullie weer een toffe video. Als het zo is, vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te doen natuurlijk. Abonneer zeker op EDATIER als jij nog meer wilt zien van Kingdom en allerlei andere dingen. En dan zie ik jullie ook weer de volgende keer terug. En dan zeg ik zoals altijd, tot doei!